De vervuilde Westerschelde lijkt maar niet echt tot politieke actie te leiden in Den Haag. Als wij zien dat het proces goed loopt, is er voor ons ook geen reden om daar, heel veel ophef over te maken. Maar loopt het proces wel zo goed? En verder in het Zeeuwse nieuws vandaag. Straffeloos wapens inleveren. En vermiste man uit Aksel is weer terecht. Goedenavond. Waarom is het in de Tweede Kamer toch zo ontzettend stil als het om de PFAS-problematiek gaat? Sommige Kamerleden probeerden er natuurlijk wel degelijk wat aan te doen, maar de vraag is of dat voldoende is. Bij mij in de studio, politiek verslaggever Heiko Strietman. Ja, zeg het maar, is het voldoende? Je zou kunnen stellen dat de PFAS-problematiek in Den Haag enigszins onderbelicht blijft. We horen geluiden van Zeeuwse politie die zeggen van ja, het is zo stil in Den Haag. Dat wordt dan weer deels beaamd door Kamerleden. En tegelijkertijd zie je dat er ook gezegd wordt van ja, maar statenleden, als je dat vindt, benader dan je landelijke partijgenoten via de partijlijn en kom in actie. Nou, ondertussen is demissionair minister Barbara Visser er natuurlijk mee bezig. Maar de vraag die toch wel blijft hangen is, ja, waarom is het dan bij de Kamerleden zo stil? Ik merk dat gevoel heel sterk en ik denk dat het wel terecht is dat we hier wat meer aandacht mogen hebben voor zaken die buiten de Randstad spelen. Want was dit geweest ergens in Zuid-Holland, hier vlakbij Den Haag, dan weet ik zeker dat er harder op geacteerd zou worden. Dus wat dat betreft, toch wel een beetje terecht als iets gebeurt aan de randen van Nederland, dan lijkt het wel of het iets minder belangrijk is. We hebben heel veel overleg met Dick van der Velde, de gedeputeerde, en ook Barbara Visser, die minister. Ja, die spreken wij regelmatig. En als het kan, sporen we ze aan tot actie. Dus ja, ik snap dat dat vanaf de buitenkant zo lijkt, maar wij volgen het proces. En als wij zien dat het proces goed loopt, is er voor ons ook geen reden om daar, heel veel ophef over te maken. We hebben er in de Kamer in juni aandacht voor gevraagd. Ook voor dit soort lozingen naast PFAS, maar ook nog andere gevaarlijke stoffen. Maar de commissie in Wees zit hier in ieder geval bovenop. Wij houden zeker de vinger aan de pols. Nou, ze zijn er wel degelijk mee bezig, maar die grote roep om actie die lijkt toch een beetje uit te blijven. Ja, de ogen zijn wat minder gericht op de periferie. Je kunt je ook afvragen of ze, de statenleden in dit geval natuurlijk, waar ook de signalen wel deels vandaan komen, of die niet wat kritischer naar zichzelf moeten kijken. Want de eerste signalen over de PFAS-kwestie kwamen zo rond april, mei. En nu pas, 20 oktober, is er een speciale informatiebijeenkomst voor statenleden over de PFAS-materie met allerlei experts van Nederlandse universiteiten tot bijvoorbeeld de PFAS-coördinator van Vlaanderen. Ja, dus daar gebeurt nu wel wat, maar misschien een beetje traag. Ondertussen in Den Haag wordt ook gewacht op een Kamerdebat over wat de Hedwiggepolder misschien weer te maken heeft met die PFAS-lozingen. En dan is natuurlijk de vraag, wat gebeurt er aan Vlaamse kant? Ja, en daar zijn alle ogen eigenlijk gericht op Vlaams minister Zuhal Demir. Eind deze maand komt zij met een strengere vergunning voor het bedrijf 3M. Dat is het bedrijf waarvan we weten dat het PFAS in de Schelde loost. En dus om op je eerste vraag terug te komen, ja, is het dan voldoende? Beter laat dan nooit, zou je kunnen zeggen. Ik denk wel dat met dit alles de politici in ieder geval voldoende straks op de hoogte zijn om de stappen die aan Vlaamse kant gezet worden, zoals die vergunning, die strengere vergunning, goed te kunnen toetsen. Heiko, dankjewel. In Vlissingen-Oost moeten per direct duizenden tonnen grond weggehaald worden. Anders volgen er boetes. Het bedrijf Bulk Terminal Zeeland heeft de thermisch gereinigde grond daar liggen zonder dat er een vergunning voor is. De regels voor de opslag zijn strenger geworden sinds bekend is dat zulke grond die op een bepaalde manier schoongemaakt is, toch nog vervuild kan zijn. Bij de opslag in Vlissingen-Oost ontbreekt bovendien een ondergrond die het lekken van de vervuiling in de natuur tegen kan gaan. De boetes kunnen oplopen tot €250.000. De bejaarde man uit Aksel die dit weekend vermist was, is weer terecht. De 84-jarige Dag Anteunus, die zaterdag niet terugkwam van zijn fietstochtje, werd vanochtend door een voorbijganger gevonden op een industrieterrein in Sluiskil. Hij is met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. We zijn natuurlijk superblij. Maar het is ook gewoon ongelooflijk dat die man in zijn positie daar gewoon 24 uur kan liggen. En dat hij nog leeft. Kijk, hij moet natuurlijk nog volledig herstellen voor zover dat kan. Maar dat is ongelooflijk. We kunnen het niet begrijpen. Maar ik ben zo blij dat hij gevonden is en dat we niet weken of maanden of weet ik veel hoe lang we moeten zoeken.
Daarom ben ik blij dat jullie hier zijn. En ik wil iedereen die kijkt en die iedereen die meegedeeld, meegeleefd, meege... alles heeft gedeeld, bedanken. Want dat toch de reden is, denken wij, dat vader is gevonden. De afgelopen zomer was de lucht in Zeeland het schoonst van alle zomermaanden in de afgelopen 10 jaar. Het gaat hierbij om de meting van het gehalte stikstofdioxide, dat in Nederland de belangrijkste factor is van luchtvervuiling. Met corona heeft het niets te maken, want de daling van het stikstofgehalte zette al voor de verschillende lockdowns in en zet nog altijd door. Wat dan wel de reden is voor die schonere lucht, is niet duidelijk. De pleegzorg in Zeeland kampt al jaren met een tekort aan pleegouders. En nu daar de vraag bij komt van niet-traditionele gezinnen, van bijvoorbeeld 2 moeders of 2 vaders, wordt het tekort alleen maar groter. En dus probeert pleegzorg nu op andere manieren aan geschikte pleeggezinnen te komen. Een passend pleeg- of steungezin zoeken is maatwerk op alle fronten. En soms komt er nog een extra hobbel bij. Dit verzoek komt van jeugdorganisatie Juvent. Dit vond ik op de site van het LHBTI-netwerk Zeeland. Voor een jongetje van 2 jaar zijn we op zoek naar een gezin die zijn ouders kan ondersteunen in de opvoeding, door hem 3 dagen en 3 nachten op te vangen. Zijn ouders hebben een grote voorkeur voor een LHBTI-steungezin, omdat ze dat zelf ook zijn. Ja, we hebben echt wel een pleegoudertekort. En als je dat op dat moment net niet in huis hebt, dan zul je toch moeten kijken van, zijn er misschien andere mensen die wat kunnen betekenen? En dan zouden deze zogeheten zoekertjes een oplossing kunnen zijn. We gaan dan buitenom ons bestand op zoek naar mensen die wat willen betekenen voor een kind. Dat doen we aan de hand van een anoniem profiel. Met toestemming van de ouders ga ik dat profiel uitzetten in de regio. Dat kan zijn bij sportverenigingen, bij kerken, maar ook op platform, websites. Op zoek naar mensen die wat kunnen betekenen voor dat kind. In dit geval gaat het om het zoontje van Lilith, een transgender vrouw met een non-binaire partner, die vooral een gezin zoeken dat hen accepteert zoals ze zijn. Ik ben hartstikke trots op mezelf en mijn partner is ook trots op zichzelf en op elkaar natuurlijk. Alleen, mijn kindje mijn eigen netwerk kwijt van ik kan niet op mijn familie rekenen, want mijn familie accepteert ons niet zoals wij zijn. Ze hebben eigenlijk geen hele lange wensenlijst. Het belangrijkste wat ze vinden is dat ze willen zelf geaccepteerd worden om wie ze zijn. En ze zouden graag een gezin willen die dezelfde achtergrond heeft als hun. Zodat hun kind ook niet in 2 verschillende werelden echt terechtkomt. Dus het mooiste zou zijn als je een gezin vindt die dicht bij de wensen van de ouders staat. En die op dezelfde normen waarden hebben. En dat werkt qua samenwerking ook beter. Wat is voor jou een ideale situatie? Dat hij een veilige plek heeft waar hij ook thuis kan zijn. Die ook gaan accepteren hoe hij ook mag zijn. En ja, dan kom je precies op het punt van een LHBTI-gezin. Heb je een hele grote kans dat hoe ook in het leven gaat staan en wie hij gaat zijn. Dat hij dan door al zijn ouders geaccepteerd zal worden. Veilig, erkend en gerespecteerd. En die laatste is ook heel erg belangrijk. Naar aanleiding van de oproep zijn er sowieso al 2 gezinnen die gereageerd hebben. En op dit moment zijn we druk bezig met een match te onderzoeken. Dus ja, we hopen natuurlijk op een positieve uitkomst en anders blijven we gewoon doorzoeken. Vandaag op de landelijke coming-out-dag wordt er extra aandacht besteed aan de LHBTI-gemeenschap. In 12 van de 13 Zeeuwse gemeenten wordt vandaag dan ook de regenboogvlag gehesen. Schouwen-Duiverland doet niet mee. Zeeuwse jongeren kunnen deze week zonder gevolgen hun steekwapens inleveren bij de politie. Het doel van de campagne is om het messenbezit onder jongeren tegen te gaan. Drop je knife en doe wat met je life. Ja, dit soort dingen zijn natuurlijk echt ongewenste wapens. Als je die op straat bij je hebt, dan heb je dat echt niet voor je eigen veiligheid bij. Hier, dat is ongelooflijk. Dit is een imitatiewapen, zo'n speelgoedwinkel. Daar staat CE op, dat betekent dat het gewoon een speelgoedwapen is. Maar op het moment dat wij dit op ons gericht krijgen, dan trekken we gelijk een wapen. Het is helemaal echt. Ja, dit soort messen, dat zijn boksbeugels met een mes erin. Ja, dat is ook gewoon uitermate verboden, mag je helemaal niet hebben. Zomaar wat voorbeelden van wat de politie tegenkomt aan wapens. Maar ook gewone huistuin- en keukengereedschappen kunnen in bepaalde omstandigheden verboden zijn. Het kan gewoon een schroefdraaier zijn als je die in de horeca bij hebt.
Ja, dan, die heb je ook niet bij om je fietslamp even te maken, denk ik. Of je moet een goede uitleg hebben. Nou, dit keukenmes bijvoorbeeld ook. Dat heeft iedereen gewoon in zijn keuken laten liggen. Maar op het moment dat je dit bij hebt op straat, ja, dan ben je gewoon hartstikke strafbaar. Jongeren kunnen hun steekwapens deze week inleveren op de politiebureaus in Middelburg, Goes en Terneuzen. Anoniem mogen ze hier in de bak het mes gooien. Ze hoeven zich niet te melden bij de collega. Het is straffeloos, dus ze droppen het nijf, ze drop je nijf hier en ze gaan weer weg. En ja, that's it, ze zijn er vanaf. En misschien gaan ouders of broers of andere familie dat ook wel doen namens familieleden. Van hey, mijn broertje heeft een mes, ik wil het niet hebben. Dan kunnen ze hem gewoon hier kwijt en het zonder represailles, zonder politie gebeuren. Luister, het dragen van een nifty is echt niet wijs, want een tweede kans krijg je echt niet twice. Het is de eerste keer dat Zeeland meedoet aan een messeninleveractie. In deze hoedanigheid hebben we dat nog nooit gedaan, dus we zijn ook echt zeer benieuwd naar het resultaat. Ja, we weten natuurlijk niet hoeveel wapens er echt op straat reguleren, hè? Dus ja, het is ook lastig om daarvan tevoren echt te kijken van hey, zoveel zou het te kunnen zijn. We zijn eigenlijk blij met alles, want elk mes of elk wapen wat we hebben is niet meer op straat. We gaan naar verslaggever Mercy Kamermans op het politiebureau in Goes. Mercy, eerste dag van de inleveractie zit erop. Is er eigenlijk al wat binnengekomen? Jazeker. Ik heb het even nagevraagd natuurlijk bij de politie. In Middelburg waren ze er al heel vroeg bij. En daar zijn al wat messen en steekwapens ingeleverd. Ik sta nu hier in Goes en hier zie je een kleine selectie. Maar er zit nog echt veel meer in de kliko. Maar ja, het zijn messen en ja, zwaarden zoals deze. Het enige bureau waar nog niks is binnengekomen is Terneuzen. Nou, het is op zich wel logisch natuurlijk dat er al een en ander is binnengekomen. Want net als in de rest van Nederland is ook in Zeeland het aantal steekincidenten en vuurwerpenincidenten afgelopen tijd toegenomen. Al zegt de politie wel dat het de laatste tijd vrij rustig is. Je noemt het al even, vuurwapenincidenten. Mogen mensen dan ook straffeloos een vuurwapen inkomen leveren of gaat het echt alleen om steekwapens? Bij een vuurwapen ligt het wat ingewikkelder. De politie heeft natuurlijk liever niet dat jij op straat gaat met een vuurwapen op zak. Dus als je dat hebt en je wil dat inleveren, dan kun je contact opnemen met de politie. Ze komen het dan op een discrete manier bij jou thuis ophalen. Het is wel zo dat er dan eerst nog een schietproef wordt gedaan met zo'n vuurwapen om te kijken of het ooit is gebruikt bij een misdrijf. En als dat zo is, ja, dan kan er nog een staartje aan zitten. Als dat niet zo is, dan is het gewoon straffeloos en wordt de zaak geseponeerd. Ja, tot slot dan nog even, Mercy. Die inleverbus staat gewoon in het politiebureau. Heel anoniem lijkt me dat toch niet? Nee, ik kan me dat voorstellen. Ik heb ook wel even gevraagd van ja, je moet toch zo'n bureau inlopen en er zit dan zo iemand achter de balie. Maar er is mij echt verzekerd dat politie niks opschrijft of niks aantekent van wie er binnen loopt. Het is echt anoniem en zonder straf. Mercy Kamermans, dankjewel. Het begon allemaal vrij rustig, maar het was wel tamelijk bewolkt. Later vanmiddag kwamen er gelukkig wel wat meer opklaringen. Morgenochtend dan is het opnieuw regenachtig, zwaar bewolkt. 'S middags weer wat opklaringen. Maar ook dan blijft er wel een kans op flinke buien. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Ik wens u nog een hele fijne maandagavond.